Assalamu alaikum mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag zondag en ik loop nu hier in Amsterdam. En mensen, ik begin weer Amsterdam weer eens te haten zoals gewoonlijk. En waarom haat ik Amsterdam weer? Parkeren mensen, je kan nergens parkeren hier. Waarom is dat zo vervelend met parkeren? Je kan alleen parkeren als je hier voor een bedrijf komt of wat dan ook. Ze creëren hier geen parkeerplaatsen, helemaal niks. Wat moet je doen dan? Super raar. Waar moet je parkeren? Ik weet niet eens of deze camera gefocust is. Maar parkeren zie je drie keer niks, man. En ik wist, weet je wat grappig is? Ik kom hier voor Phoenix, hier in Amsterdam. En dat is ook nog eens toevallig dezelfde plaats als waar First is. Wist ik helemaal niet. Vanaf nu weet ik dat wel. Oh, mensen, sorry dat ik de vlog begin met zoveel geklaag, maar echt irritant. En ik weet ook niet waar de fuck die studio, waar is die studio? Ik kom hier, First is hier. Ik ben hier gewoon al zo vaak en zo lang, maar ik heb hier, 3 minuten geeft hij aan. Waar is het? Rechtdoor. Oké, dus ik loop de goede kant op. Rechtdoor aan de overkant geeft hij aan. Rechtdoor aan de overkant. Nou, ik kom daar dus voor Phoenix. Voor Critics. Wordt zometeen ook volgens mij live uitgezonden op de radio. Dat ik zo raar kijk met mijn ogen, dat komt dat ik last heb van plakogen vandaag. Voor de mensen die weten wat plakogen zijn. Plakogen, dan lijkt net alsof je gewoon de hele dag vlekjes voor je ogen hebt. En dat heb ik nu. Elke keer als ik het probeer schoon te maken zo, dan komt het gewoon weer terug. Dus het is best wel irritant en vervelend. Ik lijk net op een opa man, de hele dag klagen. Het is lekker weer, alleen irritant, heel irritant. Ik heb mijn auto gewoon ergens gedropt. Dus ik hoop dat hij er zo meteen nog staat. Ik hoop niet dat hij weggesleept wordt of wat dan ook. Maar we zullen het zien. Volgens Amsterdam is de meest auto-onvriendelijke stad van Nederland. Meest auto-onvriendelijk. Je kan gewoon nergens je auto kwijt. Waarom creëren ze niet hier gewoon ergens parkeerplaatsen? Hoe kom ik naar binnen? Hallo? Moet ik inbreken? Kan ook. Druk gewoon elke bel in die je kan drukken. Ik ben nog nooit geweest bij Phoenix Amsterdam. Wow. Hoe vinden mensen deze plaats? Wat? Youssef? Yo, 4 minuten. Oké. Okay. Kan je lopen? Nog niet. Oké, tot zo. Nou mensen, ik heb het gevonden. Hier. Kijk eens, Phoenix. Ik ben ook net on-air geweest. Met. Iemand die, ze zei het zelf, jij had me een keer geholpen met een wedstrijd en het is een tijdje terug en je had het benoemd in je vlog. En om heel eerlijk te zijn wist ik het zelf niet meer, maar dat komt gewoon omdat mijn geheugen heel slecht is, dat weten jullie ook. Ik vergeet bijvoorbeeld ook gewoon linkjes te plaatsen in de beschrijving waar iemand een shout-out gooit. Maar dat is niemand minder dan Diante! Jij zit hier in Amsterdam, hè? Ja, hier in Amsterdam, in de Phoenix Studio. Maar je was toch presentatrice bij TLC? Ja. What happened? Jij noemt me niet meer in je vlogs. Oh, that happened. En toen was het, ik ben niet meer populair, dus. Echt? Ja. Nou, dat kan ik niet geloven, joh. Ja. Maar ja, dat is het leven, hè? Maar ik ga het nu proberen als YouTuber. Echt? Ja. Ga je ook een YouTube-kanaal starten? Ja. Wat ga je doen? Niet zeggen vloggen. Ga je vloggen? Ja, misschien wel. Nee. Ik zit lekker bij Phoenix. Ja, toch? En gelijk heb je. Mensen komen bij Phoenix. Knipoog. Blijf even hangen. Jullie snappen het nog niet, jullie gaan het nog wel snappen. Kom. Mag ik snappen wat? Check de mensen, check het uitzicht. Zo. Vrouw. Als jullie allemaal liken, spring naar beneden. Geintje. Knap, grappig, intelligent, sportief. En nou, dat is niet echt een eigenschap, maar het is ook fijn als iemand rijk is en dat hoort. Ik moest ook al lachen om die eigenschap. Ja, dat is een aparte eigenschap. Ja. Ik ben er niet mee geboren. Nee, heel gek. Maar heren, Jiggy, fans, welkom in de studio. Hallo. Dankjewel. Jullie zijn allebei aan de vrouw, toch? Ja. Yes. Wat vinden jullie nou belangrijk in je partner? Waarom is hier wel airco en in Rotterdam niet? Is dat zo'n strijd tussen Amsterdam en Rotterdam? Ja. Daar heb je visual radio, hier heb je airco. Goeie vraag.
Geen airco in Rotterdam? Geen airco. Nee, het is echt een sauna. Echt gewoon sauna. Ja. We zijn klaar. Ik ga er weer vandoor. Zeg eens volg. Volg. Zeg jij eens volg? Volg. Oké. Okay. Jan, zeg jij eens even volg. Wat moet ik zeggen? Volg. Volg. Zeg jij eens volg? Volg. Zeg jij eens volg? Vlog. Nee, volg. Vlog. Volg. Bro, zeg eens volg. Vleug. Nee, volg. Volg. Thanks. Thanks. Ze zullen het later wel snappen, mensen. Volg. 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 Ik weet niet, Amsterdam heeft toch wel iets moois, weet je. Ik klaag best wel vaak over Amsterdam. Maar Amsterdam heeft best wel iets aantrekkelijks. Ik snap wel waarom mensen in Amsterdam wonen. Maar kijk, hier. Hier is het first. Letterlijk gewoon, ik liep net 2 minuten en hier is first. Nieuw BTV dan tenminste. Nieuw BTV zeg maar, het bedrijf en, dat wordt, en daar wordt first gemaakt. Maar goed, onderweg richting de auto. Ik ben benieuwd wat er met de auto is gebeurd. Ik hoop helemaal niks. Ik heb hem ergens illegaal geparkeerd. En we zullen het nog wel zien. Ik film het wel eventjes. Nou mensen, hij staat er nog gelukkig. Niks aan de hand, denk ik. Ja, normaal gesproken, vroeger zetten ze altijd briefjes achter die ruitenwissers van: kijk eens meneer, dit is uw boete, u staat ergens waar u niet mag staan. Nou, alsjeblieft, veel plezier ermee. Maar tegenwoordig dan, sturen ze het op naar je huis. Dan kom je er pas 6 weken later achter. We zullen het zien. Ik heb net mijn auto neergezet bij de garage van JK. Zoals ik al zei, dat die auto had een soort van motorstoring. Dus daarom heb ik hem daar achtergelaten. Nu ga ik even een stukje lopen en verderop kom broeder van andere moeder mij ophalen. En dan ben ik deze aankomende 2 dagen autoloos. Moet ik het maar, moet ik misschien een andere auto fixen of met OV of iets gaan. Maar goed, auto is ook niet alles. Alleen Titos, gozer. Alleen Titos. Film JJ. Nee, hij is een oude gart. Waar ga je naartoe? Film JJ. Hoi. Ik ben Titos. Ik heb Youssef de app, maar ik ga hem via Snapchat een bericht sturen. Kijk hoe dit doet. Film JJ. Film moment. Titos van de bundel. Welke kleur is de bundel vandaag? Welke kleur is de bundel vandaag? Ik heb gezien, rappers hebben meer geld dan jij. Ik heb gehoord, rappers hebben meer geld dan jij. Ze zien mij niet serieus te filmen. Allah. Oh, wat klaar man. Ik heb gehoord, rappers hebben meer geld dan jij. Nee, vonk een beetje. Laten we zien welke kleur bundels jij hebt. Lekker stap, we gaan een beetje schaatsen. Wat, welke kleur bundel ga je eruit trekken vandaag? Als ik de bundels zijn gestopt, hè? We hebben alleen... Crisistijd, hè? Je hebt geen geld meer, hè? Ja, dat is... Ik heb geen geld, bro. Alleen maar... Geen geld, alleen Ibrosi. Dit is nieuw, hè? Waar ga je naartoe, Titos? Ga je met ons eten? Nee, man. Wat ga je doen dan? Moet je even wat doen, man. Met samen met JJ en Elgar. JJ, kom even! Het is de volgende dag. Kijk, ik doe veel dingen. Weet je, en ik ben best wel onvoorzichtig met bepaalde spullen. Waaronder mijn telefoon. Niet dat ik hem ergens vergeet of iets, maar ik doe er van alles mee. Weet je, en er gebeurt nooit wat mee. Met mijn camera precies hetzelfde. Kijk, hier. Laat even zien. Kijk, hier gooi in de lucht. Dat is 1 klap, hup. Dat is 2 klap, hup. Dat is 3 klap, hup. Wat kan ik nog meer doen? Hier, achter mijn been, hup. Vang hem met die op. Wat kan ik nog meer? Hier, achter mijn rug, hup. Daar is die. Hier, nog een keer voor jullie, dat jullie denken dat het een trucje is. Kijk eens hier. Kijk, kan ik ook de andere kant op. De andere kant kan het ook, alleen iets moeilijker. Ik vang hem nog wel. Maar ik doe van alles met deze telefoon. En letterlijk gisteren, ik ging naar de wc. Ik trok mijn broek omhoog. Hij viel. Toen is het dit gebeurd. Focus hierop. Niet op mijn hoofd. Mijn hoofd is gestrest. En zien jullie het? Mijn telefoon. Het scherm is kapot. Het doet het nog wel. Maar hij is dus kapot. En nou ben ik niet de type die denkt van, oh, telefoon kapot, nieuw halen. Nee, ik heb gewoon, deze telefoon is gewoon goed. En helemaal nu de iPhone 7 uit is, iedereen rennen naar de winkel. iPhone. Is geen verschil. Geen verschil, echt waar. Ik heb deze telefoon nu 2 jaar. En ik vertik het gewoon, is de iPhone 5S, om een andere telefoon te halen. Dus ik ga deze
scherm laten maken. Ik heb wel wat connecties met mensen die apparatuur en elektronica snel kunnen fixen voor een mooie prijs. Dus dat gaan we even fixen. Tot die tijd gaan we gewoon door met dit. Maar wat was het begin van de vlog slecht, zeg mensen. Echt waar. Ik heb het geëdit. Het zag er niet uit. Het is beter dat ik het zeg dan dat jullie het zeggen. Dus bij deze zeg ik het zelf. Dus dan hoeven jullie mij niet meer te vuren in de reacties of wat dan ook. Tenzij jullie dat echt nodig vinden. Ah, frisse lucht. Ik had even frisse lucht nodig, mensen. Ja, mensen. Dat kan ik zeggen. Gisteren, ik was gewoon bij Funix geweest. Daarvoor de hele dag niks gedaan. Funix, toen weer naar huis. Mijn broer van andere moeder was ik even. Gingen we even eten. Toen weer naar huis. En toen ben ik thuis gebleven en heb ik voor de rest gewoon niks gedaan, mensen. Dat kan. Dat kan. Maar mijn lens is vies. Wacht even. Ik neem nu even als voorbeeld Casey Neistat. Maar kijk de titels van zijn vlog, hè. Dus hij zet geen nummer erbij zoals ik doe, weet je. YouTube vlog, hashtag, dat nummer, die nummer. Hun doen gewoon, en dat is niet alleen hij. Meerdere Amerikaanse vloggers, die doen alleen een titel. Maar hier in Nederland doen wij YouTube vlog, dit en dat erachter. Ik heb er een tijdje over nagedacht om dat ook te gaan doen. Maar ik weet niet. Ik ben nog niet helemaal zeker of ik dat wel wil doen. Gewoon, het is anders. En ja, dat nummeren, dat is maar een nummer, weet je. Het is wel goed om het bij te houden, maar ik weet niet, het zegt niks. Dat is het. Het zegt gewoon vrij weinig. Dus laat even weten in de reacties of jullie vinden dat ik dat moet doen. Dus ja, dat. In ieder geval, mensen, ik ga de vlog gewoon hier afsluiten. Dus vond je dit een leuke vlog? Doe dan even een blauwe duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk niet om te abonneren op mijn kanaal. Vergeet natuurlijk ook niet om hieronder reacties achter te laten. Vergeet natuurlijk ook niet om dingen te vergeten. Want zoals jullie weten, sluit ik altijd af met een... Ik maar in de tijd was gebroken diep van binnen, maar ik toonde never iets. De tranen bleef bedwingen, de pijn liet ik niet zien. Liep verloren op mijn buik, zelfs niet waar ik was. Ze zijn waarvan ik hield, stak me.